Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag maandag 22 januari 2024. En het is nou net 9 uur 51. Ja. En zoals jullie zien zit ik dus in de auto. Want ik ben onderweg naar deze jongen toe. Ja, die dus ook dus nu in de vrachtwagen zit. En die rijdt ergens hier, niet ergens hier, maar aan de overkant. Dus ik ga even ergens naartoe rijden en dan mieten we elkaar. Alleen dat weet hij nog niet. Nee, dus het is niet deze, nee. Maar we gaan dus elkaar even mieten. Alleen dat weet hij dus nog niet. Maar ik weet ongeveer waar hij rijdt. Dus dus dat wordt alleen maar leuk en gezellig. Dus ik zou zeggen, blijf lekker kijken. En dan zien we het zo meteen vanzelf. Ja. Ja, ik sta dus naast een vrachtwagen. Kijk eens hoe mooi ik naast sta. Ja joh. Moet allemaal kunnen. Ja, en dat is mijn grote vriendje geworden via TikTok. Hij schat. En dan kom je ook eens een keertje in mijn vlog. Leuk. Gezellig. Oh, vlog. Heb ik nog een vlog ook nog? Ja, ik vlog. Wat vlog jij dan? Ja, ik vlog. Ik niet. Ja, maar je zit wel heel veel op TikTok. Ja, dat wel. Heel veel. Dus als je hem wil volgen, ik zal eventjes de link van even zijn TikTok er even onder zetten. Ja, dan kun je hem gaan volgen. Dat is leuk. Dus, maar rij jij altijd op deze wagen? Ja, dat is mijn eigen auto. Dit is oké. Okay. Maar is dat niet heel raar kijken met die camera's? Nee. Niet? Ik mag kijken. Dan wil ik kijken. Maar dan moet ik natuurlijk eerst eventjes mijn motor even uit. Anders vind ik het zonde. Zo. Kijken. Dat is leuk, man. Gaan we eventjes naar boven kijken, jongens. In de vrachtwagen kijken. Ja. Dan kan je hem vasthouden? Ja, joh. Een goede cameraman. Kijk eens aan, jeetje. Zo dan. Jeetje, wat zie je veel dan nog, hè? Genoeg. Nou, jongens, dit ziet een vrachtwagenchauffeur. Dus als je dus naast hem rijdt of achter hem rijdt. Ja. En wat zijn jouw struggles als er een personenauto naast je rijdt of achter je rijdt? Vertel. Ik wil niet weten, nee. Irritant. Zeker met die mooie i'tjes achterop. Nee. Ja, maar ik rijd nog wel normaal. Ja, je hebt mensen die normaal rijden, maar dan denk je bij eigen, joh, wegwezen. Ja. Nou, dit zie je dus. Kijk, hij staat dus nou naast me, ja. Kijk. Maar dit is dus al gewoon zijn dode hoek, jongens. Ja, die van mij, daar heb je de andere kant. Dat is de dode hoek. Ja, zoals ik dus nu sta, kijk. Wat ga je doen? Oh, start-stop ook nog. Ja, een blauwe lijn. Ja, en dan gaat er nog wel een lampje van de motor. De bovenste camera moet aangaan. Ja, maar die gaat er niet aan. Mercedes-Benz, ja, die ging wel aan. Of... Werkt niet, schat. Deze wel, die ook. Oké. Okay. Dan moet die scherm dus ook nog aangaan. Kijk, die gaat zo meteen aan. Ja. Oké, zo dan. Die zit voorop. Die zit voorop? Kijk, jongens, kijk hier. Ik sta dus nu hier met mijn auto. Ja, gewoon schuin. Zat daar, hè? Aan de voorkant zit die camera. Ja. Zag het. Deze hier. Ja. Hier en hier zit dus nog een camera. Dat is dus deze. Maar nu zien jullie dus ook... Dat je gewoon uit moet kijken en nooit ernaast een vrachtwagen gaan staan en bij een verkeerslicht. Nee. Doe dat dus nooit. Maar een uitzwenkje wil je niet weten. Nee, echt hè? Nou ja, je zag het net hoe ik het deed bij die andere vrachtwagenchauffeur. Is in zijn bocht om en dan geef ik gas. Ja, en sommigen die weten het. Ja. Dan hebben we 1 keer 3 meter uitzwaaien. Ja, daarom. En daar word je niet verder van. Nee, dat weet ik. Ik heb een auto opzij gezet, daar word je niet verder van. Nee, echt hè? Huh. Dus dat, jongens. Dus ja. Kijk alsjeblieft uit en geef een vrachtwagenchauffeur altijd de ruimte die ze nodig hebben. Heel nodig. Ja, kijk hier, eitje. Die ga ik even zo doen. Want we gaan zo even lekker saampjes eten, want we hebben lekker noedelsoepje met ei. Doe ik het weer zo. Ja, dat vind ik leuk. Een beetje gevaarlijk doen, zeg maar.
Vet raak, ja hè. Don't try this at home, zeggen ze altijd. En het is heet. Jo. Je meent het. Het heeft net gekookt. Ze. Dan noemen we het ze. Dan noemen we het ze. Hartstikke mooi. En dan de laatste. Ze. Dan doen we het zo. Jawel. Zo. En zo. En dan gaat deze naar rood hoor. Ja, kijk. Hi schat. Hey. Alles goed met jou? Nee, niet alles. Maar dat weet je wel. Meer mensen hebben last van dat het leeuwen ontbreekt op hun rekening. Is dat zo? Ik denk het wel. En wat ben jij voor gevaarlijks aan het doen? Het eier snijden. Eier snijden. Oh, spannend. Ik doe alles in één keer. En daar. Even nasnijden. Zoals jij doet met dat hete in je handen, dat wil ik niet. Niet, jammer. Dat is, en dat is toch grappig, of niet? Ik vind het wel niet, maar goed. Niet? Nee. En deze ga je pellen, of? Wat? Jij moet met de bolle kant, of niet met de puntkant. Dat is zo oud. Zeg maar. Eerst kwarteren. Kwarteren, vertel, wat is dat? En kwarteren? Halveren? Ja. Kwarteren. Ja, want de binnenkant is heet, 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 heet. En daar hou ik niet zo van. Het gaat een stukje snijden. Huppatee. Oké, opletten. Dat niet op de rond valt, zoals nu. En dat is weer heet, 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 heet. De puntkant en de bolle kant. De bolle kant zit meestal het luchtgat. Dus dat sla je hard tegen je hoofd aan. Dat doet zeer! Kijk, als je het zachtjes doet, tik, 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 oh, dat doet pijn. Maar in één keer een harde klap, wat gaat er gebeuren? Het is stuk. Kijk, hier zit het luchtgat. Lucht. Wat ik dan doe, ik pel het langs de zijkant. Ja. En dan kan je het zo. Huppatee. In één keer een heel groot stuk draad aan. Nou, dat is mooi. Die voor daar dan. Weer de kwarteringsmethode. Ja, en zo niet, gaat hij nog even verder. Niet in je handen snijden, dat is niet handig. Niet, jammer. Kijk, met ei gaat het wel met iets harders. Dan weet je niet hoe ver je doorduwt. Dan snij je opeens in je handen. Dat is toch handig? Ik vind van niet. Nee. Eet smakelijk voor straks, hè? Dank je. Alsjeblieft, hè? Kijk eens naar het vogeltje. Nee, dat is geen vogeltje, dat is het camera. Eet smakelijk, schat. En ik ga ook eten, jongens. Helemaal geweldig. Ja. En daar ligt er één, hier. Dan ligt er hier eentje helemaal lang uit. Dan hebben we hier er nog één. Ja, helemaal geweldig. Hè? Ja. Roderick die gaat dat even uit mijn auto halen. Ja. Aan de binnenzijde. Ja, goed zo. Je leert het nog wel, schat. En nou moet je hem dicht doen, je. Dat, en dat heet kielessen. Hè? Huh? Wat? En met dat, heet dus kieles. Ja. Oké, dames, naar binnen. Kom, het is koud. Kom, naar binnen. Koud, naar binnen. Ik vind het koud, Ro. Ik heb het koud. Ja, dag. Hé, schat. Hey. Hola. Nee, kom, lopen. Lopen, L-O-P-E-N. Kom,
Lopen, lopen, lopen. Ja, kom dan. Kom hier dan. Kom maar. Ja, doe maar op de bank. En twee. Lovely. Wat ben je aan het doen dan? Is je papa daar weer? Is je papa daar weer? Ja. Oh, papa daar weer. Ja, is je papa weer, hè? Ja, is je papa weer, hè? Ja. Of papa zo lang weg is geweest ook, hè? Oh ja, ga je ook alweer even knuffelen, papa? Kom knuffelen. Ja, ja. Waar is de sneeuw dan? Want? Als een skiles, hè? Nee, nee, dat zeg ik niet, skiles. Je zegt een skiles. Nee, ki, ki-les. Skiles. K-E-Y. En dan les, skiles. Ja. Ki, dus sleutels. Ja. Ja. Sleutelloos, ki-les. Ja, skiles. Nee, niet ski. Ki. Dat is skiles. Ja, dag, Ro. Iedere keer met je woordgrappen. Ja, dat is skiles. Nee, ki les. Niet ski les. Ja, dat is skiles. Ja, dag, Ro. Doe normaal. Dat is skiles. Ja, Ro. Het is helemaal niet. Dat is heel vervelend. En dat je iedere keer die woordgrappen doet. Ja, dat is skiles. Ja, dat is heel vervelend. Dag. Doe, ja, straks even weer een foto maken. Dankjewel. Weg, kom. Papa kijken. Ja, papa kijken. Kom. Papa kijken. Bah. Ja, komt u maar. Papa kijken. Ja, papa kijken. Zo, goedemorgen. Kom. Papa gaat weg. Ja, papa gaat lekker weg. Papa gaat nu lekker lopen naar huis. Kijk, daar gaat papa. Doei, doei, ja. Doei. Latex. Hè? Huh? Latex. Laters. Kijk je uit. Doei. Doei, ja. Ben je Sinterklaas of niet? Ben je Sinterklaas of niet? Sinterklaas. Nee, precies. Nou, slaap lekker. Doei. Doei, ja. Nou, Rodi gaat lekker naar huis slapen. Daar liggen dan. In bed, heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten, dus... Vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen.